Duizenden liefhebbers zagen in het Kralingse bos de alternatieve Olympische wedstrijd voor die springruiters uit het Westen die niet in Moskou waren geweest. Onder hen onze landgenoot Rob Eeren. Erens paard Koh-i-Noor was niet het enige dat sneuvelde op de moeilijke drievoudige hindernis van het eerste parcours om de grote prijs van Rotterdam. Het publiek zag overigens ook in het tweede parcours nog tal van ruiters in de fout gaan, zoals hier de Canadees James Elder. De Zwitser Gabatuller verspeelde zijn kansen toen er toch nog een balk in de sloot viel. De Fransman de Balanda, die in het eerste parcours foutloos had gereden, viel nu buiten de hoofdprijzen. Een barrage tussen drie ruiters moest tenslotte de beslissing brengen. De Engelsman John Whittaker, die één springfout maakte, kwam daardoor niet verder dan de tweede plaats. De Amerikaanse Amazone Melanie Smith, met het uit Nederland afkomstige paard Calypso, maakte ook één fout, maar deed iets langer over het barrageparcours, waardoor ze naar de derde plaats werd verwezen. Overigens maakte haar optreden in Rotterdam duidelijk dat ze in Moskou waarschijnlijk hoog geëindigd zou zijn. De grote prijs ging tenslotte naar de man die als derde in de barrage startte, de Oostenrijker Hugo Simon op het vurige paard Gladstone. De driesprong leverde hem geen moeilijkheden op. En ook de laatste dubbelsprong van het verkleinde parcours nam de combinatie feilloos. Opnieuw dus een hoofdprijs voor Hugo Simon. Een kleine man, maar een groot ruiter.